topsporter. Blonde haren, mooie lach en een geweldig lichaam. Dat heeft de partner van deze man. Maar volgens Mart is het helemaal precies andersom. Grote blijs. Grote blijs. Goed. 538, de Olympische Winterspelen. Hey, tof dat je er bent, Koen. Er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk altijd over je haar beginnen. Ja. Is dat nou echt zo lang alsof we soms nog op foto's zien? Of heb je er inmiddels wel een stukje van afgehaald? Nou, het is nog langer, denk ik, dan de laatste foto's dat je hebt gezien. Maar je hebt het nu in een knot zitten. Ja. Durf je het open te waaien of niet? Of is dat zeker. Maar dan, wat wil je dat ik dat nu doe? Ja. Ja, ik ben benieuwd. Ja, aan de overkant. Ja. Ik ben wel heel benieuwd. Ja. Mart, doe maar Koen, Ik zet wel even mijn koptelefoon af. Ja, is goed. Ja. Koen van Weijen, jongens, dit is een radiomoment van het jaar. Hij gaat zijn haren losgooien in de studio hier. Meters lang krijgen we nu. Als een soort liaan. Oh, nee. Dit is niet normaal hoor, wat er uit die knot komt. Zo, dat dit is niet normaal. Niet normaal wat er uit die knot komt. Kan je gewoon kijk eens eventjes. Uit het raam hangen en kan je naar binnen klimmen. Ja, ja. Een soort Rapunzel. Ja, het is TV 5. Ja, maar dit is niet normaal. Wat een fikking ben jij, jongen. Ja, dit is heel lang. Maar ben je bang dat als je het eraf knipt dat je kracht verliest? Zoals Simpson of zo? Of nou ja, de afgelopen 2 jaar heeft het ook niet geholpen. Nee, helemaal niet. Ik denk dat ik wil het heel graag doen op een geschikt moment. Nu heb ik er deze maand natuurlijk tijd voor. Ja. Ik wil het graag een keertje doneren voor Stichting Haarwens. Oh, wat een goed idee zeg. Dat we een goed idee. Dat heel lang is en dat we er, ja, wellicht. Misschien is het nu hier een leuk idee dat we er iets mee kunnen gaan doen. Ja, nou, dat vind ik een heel goed idee. Ik wilde namelijk, laten we iets van 1000 euro voor per centimeter gaan doen of zoiets. Ik vind dat een heel goed idee. Iets van in die richting, want volgens mij er zijn genoeg kinderen met die er een hele mooie bos haren van kunnen gebruiken. Ja, ja. Ik kan wel, laten we zeggen, 40 centimeter missen bij mijn haar. 40 centimeter missen. Maar dan vind ik ook inderdaad, want kijk, je kan het afknippen en je kan het haar gewoon doneren. Dat vind ik dan te makkelijk. Maar wat jij ook zegt, dan gaan we gewoon per centimeter, moet er een bedrag tegenover staan. Ja. Ja, bij ons in de studio schaatser Koen van Weijen. Koen, leuk dat je er bent, dat je niet weg bent gelopen net. Want wat er net gebeurde, kan natuurlijk ook een beetje voor paniek zorgen. Ja. Ja, je bent zelf met die idee gekomen nu, hè? Nee, ik weet het, ik weet het. Je hebt natuurlijk enorm lang haar. We zaten net een beetje te rekenen, dat is misschien wel 60 centimeter lang ongeveer. Het, is, het zijn hele lange blonde banen die je hebt. En dat is bij veel mensen ook een ding, hè? Die zeggen, oh, Koen, die met die lange haren natuurlijk. Ja. En nu heb je eigenlijk, je zegt het zelf nog maar een keer. Wat opperde je net qua idee? Nou ja, dat we mijn haar kunnen gaan knippen voor Stichting Haarwens. Ja. En dat we iets van 1000 euro per centimeter gaan ophalen. Ja, we hebben het gedenkt er even over na, over het bedrag per centimeter. Maar 1000 euro per centimeter? Ja, dat zou toch wel een mooie zijn, denk ik. Dat zou prachtig zijn. Dat is volgens mij ook al haalbaar. Ja. En mag alles eraf? Nou ja, liever niet. Maar uiteindelijk, als het echt voor het goede doel is en we kunnen er heel veel kinderen blij mee maken, dan zou ik het denk ik wel doen, ja. Ja, want als we even snel rekenen, 60 centimeter. 60.000? Dat is 60.000. Dat is echt euro, wel een gigantisch bedrag. Ik vind dat we er wel, ook in jouw voordeel sprekend, Koen, dat we er wel even een eind aan moeten zetten. Dat we niet het hele jaar door kunnen, want dan komen we er uiteindelijk wel. Maar zullen we het einde van de Spelen nemen als conclusie, als doel, zeg maar, dan stopt het. Ja, als de Nederlanders daar niet succesvol zijn, dan doen wij het hier gewoon. Ja, precies. Ja. Alsnog goud halen, maar dan voor een hele mooie stichting. Precies. Ja. Je hebt nog eenmaal de stichting, want ben je er bekend mee of niet? Want jij kwam er meteen mee op te proppen, dat je zegt van dat is misschien een leuk doel om het voor te doen. Ja, ik heb er wel eens met iemand over een beetje over gespart ook. Ja. En toen kwam die stichting naar boven. Dus ik denk dat Stichting Haarwens, dat klinkt sowieso wel goed. En dat is voor kinderen die een haarwens hebben, die dat zelf niet hebben. Nee, precies, inderdaad. Ja, nou, dat is een heel mooi. Ik mis zelf wat haar bij mijn kruin. Het matcht niet met mijn kleur. Nee, het zou heel gek zijn als jij zo'n blonde pluk achter op je hoofd hebt. Dit ontstaat nu, Koen, dus we gaan het even achter de schermen verder optuigen natuurlijk, hoe we dit kunnen doen op een mooie manier. Dus mocht je nu luisteren en denken van, ik doneer graag mee, dan gaan we daar zeker op terugkomen.